Dan moet je even opbouwen. Ja. Ja, nou moeten ze eerst weer terugkomen. We dachten dat wij gesmeerd. Iedereen die haalt nu even koffie en thee en koekjes. Wij wel. Ja, daar is de eerste alweer. Ja. Welkom terug, we rijden weer. We wachten tot er weer tot iedereen er weer is. Nou, dat hebben we wel in wagen nemen. 8, 11. Ja, ze komen nog weer hoor. Wat loze alarm, dat was een blaasbouwer. Ja, dat was een loze alarm blaasbouwer. Het kon kennelijk niet een kwartier ervoor, maar dat maakt niet uit. We reden nou net bij Urenterp. Verraad langs Drachten. En we gaan nu richting Friese Palen. Het is ook heel rustig op de weg. Je ziet eigenlijk helemaal geen voorbijgangers. Welkom allemaal. Waar gaat de rit heen? De rit gaat naar huis. We gaan eerst naar Niezijl, naar onze hoofdbasis. En dan drinken we met z'n allen nog even een biertje, denk ik. Ter overwinning. Ja, een kopje hoor. Of koffie. Vijf is maar zo met bier erin. Ja, dat is ook wel weer wat. We hebben geen koffie gehad. Dan gaan we aan de koffie. Onze slaaptrailer is waarschijnlijk al thuis. De koffie kan wel gezet worden. Ja. Maar u weet, hebben we wel weer een welkomstcomité bij Niezijl. Ja, correct, hè? Ja, dat is ook altijd zo hartverwarmend. Hè? De vorige keer vanuit Den Haag kwamen we aanrijden thuis en toen stonden er allemaal trekkers langs de weg. En ik was heel mooi live aan het filmen. Totdat het me te goed op was, net 3 minuten voordat we dus thuis kwamen. Dus dat was wel heel erg jammer, want die mensen die konden allemaal niet zien wat voor overweldigende... Ja, Oudje heeft nog heel ouderwets een prepaid. Nee, ik heb geen prepaid. Ah, jij hebt prepaid. En dat is gewoon op en dan is het klaar. Jij zou een onbeperkt abonnement hebben, maar dat duurt een maand voordat het geïnstalleerd is. Dus ja. Mensen, mocht je nog geld kunnen missen. Ik hoor er maar weer tikkie uit. De tikkie staat er nog, maar inderdaad, dat kost, het kost me nu nog een lading aan livestreamen. En er zijn ook al wat centjes binnen. Waarvoor dank? Waarvoor heel veel dank. En uiteraard. Als het echt een gigabedrag hebben we afgesproken, dan. Ja, als het groot gaat, dan wordt het gebruikt voor Niezijl. Voor de opkomst. Dus ik haal alleen mijn... Niet zo rechts, zolang je daar blijft. Oh, dat is wel veel, ja. Zeg maar even hoe de fietsen. Nou, hij hoort je aankomen. Dus, ja. Nee, ik haal alleen mijn extra tegoed eraf. Van wat ik... nou ja, goed, ik heb de afgelopen dagen heel veel zitten streamen, dus dat... Tikt wel aan! Met de centjes. Maar de rest wat binnenkomt gaat uiteraard allemaal naar de kas van Niezijl. En dat wordt gebruikt voor onkosten, catering, eventuele schade. Ja, maar vooral grotendeels voor de catering. Zodat we de mensen al op kunnen houden. En nou ja, volgens mij was er nou ook één vandaag een gaten stuk of zo.
Ja, dat kan weer. Ja, dus nou ja, goed, dan kan zo'n bedrag kan daarvoor gebruikt worden, onder andere om dan weer een ander aggregaat aan te schaffen, zodat we weer verder kunnen daarmee. Ik weet niet of die Tiki Link of ik die nog heb. Maar anders dan zet ik hem even kijken of dat lukt. Zo. Ja, voor mij lukt dit. Als het goed is, moet er in deze post nou een Tiki Link staan. Eventueel mensen die nog iets zouden willen sponsoren. Hoeft niet, mag. Je mag zelf het bedrag invullen. Ook. Dus al is het maar een euro. Het is allemaal welkom. Ja, al wel trust is het nog niet hoor Chantal. Maar duurt nog wel even. En we hopen rond, ergens rond 5 uur bij de basis aan te komen. En dan is het nog een stukje naar huis ook nog. Dus wel, een beetje mazzel. Liggen 6 uur of zo in bed. Ja, dan moeten we eerst weer voor 15 weken bijslapen. Nou kan ik dat wel, maar Piet kan het niet. Piet die staat al vrij snel de koeien weer te voeren, denk ik. Wie deed dat? Voert nou zichzelf. Maar Piet voert nou zichzelf. We hebben de krentenbrood met kaas. Als je wat hoort, hoort smaak. Dan heeft hij een krentenbroodje tussen de kiezen. Maar je hebt zelf aan elkaar gekregen. Twee keer gewoon in één. Ja, of een hele dikke. Ik had ook eentje met extra kaas, dus dat zal die misschien wel wezen. Ik kan het zo doen. Kijk. We zijn er nog hoor, allemaal. We hebben ja, we zijn niet helemaal compleet meer. We zijn vervangende chauffeurs gekomen die trekken naar huis en rijden. Het moet altijd safe zijn, jongens. Vergeet dat niet. Het zijn lange dagen, weinig slaap, ongeregeld eten, veel stress. Warm en kou weer alleen. Warm en kou. Nou ja, dat is dat sloop je gewoon. Dus de rijders die het dan niet vertrouwen of rust willen hebben, nou ja, die worden vervangen. En die rijden met anderen weer mee terug met de trekker. En er zijn ook al mensen eerder vertrokken of met een auto meegegaan, bijvoorbeeld naar huis. En zodoende blijft het veilig in het verkeer. Ja, samen uit en ook altijd samen uit thuis. En altijd samen thuis. De strijders, verrijders van Izaal zijn zo'n echte ploeg. Ook jullie ook wel weten, Jouk is dan ook te blaren voor de camera's. Zoek ja. Maar even terug. Die oude jakker, maar wij lopen ook. Maar de hele groep stond te jakken. Met tranen over de wang. Met tranen over de wang. Ja, het is ook de ontlading, dagen geen slapen. En dan. Echt in die laatste stream. Maar wij schamen ons er niet voor. We zijn net mens. Ja, toch best wel. Nee, ik hoop dat het niet te veel opviel, maar ze nu en dan even een snik tussendoor, maar nee, ik stond te janken als een kleuter. En het is gewoon alle ontladingen. We hadden ook niet verwacht dat de Lidl toch meewerken zou, zeg maar. Maar van alle medewerkers heen beloofd. Ja. De Lidl is heel star, maar het is een Duits bedrijf. En die directeur die kan het allemaal niks verrekken. Die heeft al laatst van de Duitse boer. Maar die kan het allemaal niks verrekken of de Nederlandse boer het nou wel of niet goed heeft. Maar ja, hij zit wel met CBL. Dus we moeten toch zien dat we zo'n bedrijf ook aan onze kant krijgen. Want ik bedoel, het is. Kijk, als hij nou een prijsvechter zou worden, dat is hij al. En jullie zouden allemaal bij hem kopen. Terwijl het allemaal Duits spul is. En dat kan best, natuurlijk wel. We gunnen jullie ook een goedkoop voedselpakket. Maar ja, niet over de rug van de boer.
is wel grappig. We rijden nu net door de straat van mijn schoonouders. Oh ja? Ja, dus misschien waren ze nog wel wakker en dachten ze van hé, daar is onze schoondochter. Ik denk dat je schoonpa niet meer slaapt. Nee, mijn schoonpa niet. Had die weet dat jij hierbij voor huis langs rijdt? Schoonpa en ik, dat is nog wel eens ingewikkeld. We botsen nog wel eens een keer. Dat hebben mannen met een schoonmoeder en ook met schoonpa. Ja. Ja, iedereen heeft het maar over schoonmoeders. Maar ik heb een leuke schoonmoeder. En schoonpa die... ja, ik moet er dan maar vanuit gaan dat hij ook zijn best doet op zijn manier. Of zo, ja. Ik wil het maar even vriendelijk zeggen. Maar schoonpa, hij weet nog niet wat zijn best is. Nee. Hij weet nog niet waar zijn beste zit, zeg maar. En dat is nog wel eens een struggle. Ja, dank je voor een tikkie weer. Er komt weer een tikkie binnen. Oké. Dank je wel. Het wordt goed gebruikt. En zoals ik zei, we zijn al lang niet klaar. Hè? Dus ik heb net bericht gekregen dat de onderhandelingen in Raalte en in Zwolle wel mislukt zijn. En nou, dan geven de strijders ook niet op hoor, want die rijden denk ik morgen of overmorgen in de nieuwe weken wel weer. Om het dan wel voor elkaar te krijgen. Ze hebben nou het goede voorbeeld van die zeil gekregen, hè? Dus ze moeten nou ook doorzetten. En wij geven ook niet op. We gaan nu gewoon eerst even lekker slapen en dan zien we wel eens even verder wat het volgende plan is. Nou, we zijn nog lang niet uitgedemonstreerd, denk ik. Het gaat hard, lief. Ja. Het gaat hard. Oké, hij daalt. Ja, het toch best wel wat brandstof verreed. Ja, we zijn ook door drie noordelijke provincies. Ja, we zijn naar Bijlen geweest en naar Gieten en naar Heerenveen. Dus als ons kleine ploegje, hebben we maar even drie gehad. Heen en weer gesjeest. De uren ertussen. Drie zaak waarnemend managerskapzorg bezorgd. Ja. Jij moet het toch weten. Je zegt net, we komen bij je zo'n paar vooruit. Ja, we komen nou zo bij die rotonde. We rijden nou strand heen voorbij. Dat zit hier. Op rechts. Zeker. Dat zit hier op rechts. Er is zo'n zandgat bij je. Ja, bij zo'n zandzuilgat waar je kan zwemmen in de zomer. Ja. Nou, nu ook wel. Ja, nu ook wel, maar het is nu wat koud. Voor de nieuwjaarsduik kan je erin. We rijden dus nu bij Opende, of richting Opende. Opende, gaat van ellende. Zo was vroeger altijd. Ja. Beste trekking en. Nee, dat was meer Harkema, hè? Ja, nee, jongen. Ja, Opende ook, maar kom op. De knopenfretters, hè? Ja, dat is heel erg. Maar het was overal zo. Als je daarna gaat naar de Eierwijkstra, die. Die staat ook in Noordwijk, die komt rijden achter de Wolde, achter Grote Gaas. Nou, en dat waren de arme buurt. Eierwijkster die heeft, zoals zijn vriendin, een gescheiden vrouw, of niet eens gescheiden vrouw. Voor mij was het denk ik in 21 of zo. Maar dat zal ook jaar de 100 jaar zijn. Ja. Maar heeft hij een leuke folder. Die vrouw die had haar kinderen in de steen gelaten en was bij Eien ingetrokken. En Aaltje heette ze, die moest door de politie opgehaald worden voor de rechtbank gaan verschijnen. En
hij was al niet heel erg sterk met zijn hoofd. Hij was een denker, een filosoof en een stroper. Hij was vroeger van beroep. Aaltje zat zo erg in zijn kop dat hij niet begon te gillen. Dan heeft hij zijn geweer en dus zijn pistool gepakt. Dan heeft hij dus die vier veldwachters vermoord. Die Aaltje kwam halen. Hij was dus zo over de rooien. Daar heeft ze ook allemaal nog met zijn zaakmes de hals uitgesneden. Alsof het een koe of een konijn was, zeg maar. Dat zijn de verhalen hier uit deze buurt. Ja. In Friesland hebben ze uiteraard Grutte Pier. Dus dat is net zo'n soort verhaal. Ja, die heeft dan veel meer mensen vermoord. Ja, maar dat was toch een vrijheidsstrijder? Dat was een vrijheidsstrijder, ja. Rijnstra was een anarchist die schopte tegen het gezag en zo. En wat ik zei, altijd met een veldwachter op een loop en stropen. Maar goed, het was ook armoede daar. Oh, hij maakte ook nog klomp. Dat deed hij dan met 20 dagen. Ze roepen hier Aaltje, zit op zijn paaltje. Ja. Aaltje, ik heb een lekker paaltje. Maar dat stond dus ook in de film. Er is ook een film van mensen. Zoek hem maar eens op. Die film heet Het Teken van het Beest. Met Peter Faber. Ik ben een grote fan van Eiwieter. Ik ben een verzamelaar. Dat weten jullie onderhand wel. Maar ik heb ook praktisch alle boeken die erover uitgebracht zijn. Ik heb de film op DVD. Boring. Zegt ze dat? Nee hoor. Ik dacht, je staat hartstikke spannend. Omdat moordverhalen van deze tijd. Murder stories. Hij hij is zelf ook door een veldwachter in de been gestoken. Hij is dus met een taxibedrijf. Hij is gevlucht de velden in. En daar is hij volgens mij naar zijn zwager gegaan, als zijn neef. En die heeft hem dus, er is een ambulance, een taxi hebben ze aangehouden, aangehouden denk ik. Daar zijn ze ingestapt. Toen is hij naar Groningen gereden en daar heeft hij zich aan die schotwond laten behandelen. Onderweg is die taxi, die is zelf door de politie aangehouden, gaat het verhaal. Waarbij die taxichauffeur werd gevraagd van, dat is het verhaal, er zijn moorden gepleegd, mocht je wat zien, geef het door. De dader die zat dus op dat moment al in die taxi. Ze hebben hem dus opgepakt bij het ziekenhuis en hij is... niet zoveel daarna is hij in een psychiatrisch ziekenhuis, gevangenis. Ergens halfweg Nederland of zo is hij. Er zijn een heleboel pamfletten geschreven en zo van hem ook nog boven water gekomen. Zeg, hij was een denker, een filosoof. We zijn er heel snel, heb ik het idee. We gaan heel rap tempo. Dat we wel 3 uur over zouden doen, maar... dit gaat heel rap. Ja. We gaan nou richting Buitenpost. We gaan richting Buitenpost. We gaan niet door Buitenpost. Oh, dit is Openden, maar... Nee. Of is dit Openden? Dit was Openden nog. Haal alles door elkaar. We gaan jullie heen dan. We gaan naar Niezijl, naar onze thuisbasis. In Groningen. Op Bernie is dat Friesland. Ja, of zijn we nou nog? Half, geloof ik. Ja, nou het hoort nog in Friesland. Op Bernie. Dacht ik. En wordt hier gezegd, Aukje toevallig heeft Omroep Friesland een uitzending gemaakt over Grutte Pier. Was helemaal geen strijder zoals we denken. Oké. Nou, misschien moet ik dat eens gaan zien. Maar dat is wat met meer mensen wel zo. Hè? Onder het mom van ik doe het voor de armen en al dat soort dingen. Robin Hood bijvoorbeeld ook.
in de bossen van Engeland. Die stal dan ook van de Rijk. En zelfs Bonnie en Clyde. Ik heb laatst weer een film gezien over Bonnie en Clyde. Het gangsterstel, liefjes noemden ze. Maar politiemama's en leepie zeker. Ook al was hij aangestoten, dan kreeg hij ook nog een kogel in zijn hoofd. Dat soort geintjes. Maar dat was hetzelfde verhaal. Die deed een overval. En dat ging dan zogenaamd ook naar de armen. Zo ontstaat het heel erg. Heel vaak al. Wij doen het. Maar het zijn gewoon moordenaars. Ja. Kijk, en als je eenmaal over die streep bent, dan wordt het steeds makkelijker. Ja. Kennelijk. Wie weet zijn we straks ook zo. Ik heb wel een moordneiging, maar... Ja, ik ook wel. Ook wel door jou. Is het zo? Ja. Oké. Ja, ook wel. Dan word ik gewoon jouw eerste slachtoffer, maar dat is niet allemaal. Eén moet de eerste wezen. Ja. Bedoel maar. Glij alle kanten op. Probeer even een oplader aan te sluiten ondertussen. Want de batterij gaat hard en ik wil dit keer, wil ik natuurlijk, die binnenkomst in die zeil filmen. Wat ik de vorige keer al beloofd had. Oké. Maar heb jij genoeg te goederen dan die er al op staan? Ik bedoel, mensen die nu een tikkie... Ik hoop het. Ik hoop het. Dat die al beschikbaar zijn voor data natuurlijk. Ja, in principe wel. Want tikkies staan meteen worden doorgespeeld op de bank. Oh. Dus goed, dan krijg je een tikkie, maar dan moet jij wel ik heb hem wel op automatisch opwaarderen gezet. Dus, er wordt gewoon elke keer zoveel geld van mijn rekening geschreven dan. Okay. En ik ben ermee bezig geweest hoor, om een ander abonnement op te zetten, maar ik zit nog een maand aan deze vast en dan gaat die over op die andere. Dus de volgende maand is alles in orde, op 1 januari. Ik ben helemaal niet erg om een paar dagen door te halen, maar je moet wel resultaat hebben dan. Dat hebben we nu, dus het heeft nog steeds. Nee, we hebben nog steeds geen resultaat. We hebben toezeggingen gehad, maar het heeft nog geen resultaat dan. We hebben eigenlijk een waarschuwing afgegeven van, jongens, let op, wij zijn best machtig dan. Nee. Nou zijn wij wel met een koppeltje van 15, 20 trekkers. Ze hebben wel gezien dat die 15, 20 trekkers, goed gepositioneerd, heel wat stil kunnen leggen. Ja, er werd ook al geroepen van Raalte en zo is mislukt. Die hebben het niet voor elkaar gekregen, die stonden er overigens ook nog met veel meer trekkers dan ons. We hebben het uiteraard geprobeerd. Maar daar zijn de onderhandelingen niet geslaagd. Dus toen zeiden ze al, van die zeil moet maar gauw naar Raal te komen. Want jullie krijgen het wel voor elkaar. Ja. Jan Veenstra die zegt van de hele kluit gaat in Mert naar Siel toe. Ik zeg wij wel. Ja. Geef het maar een deur naar achter, jongens. Wie niet wil is vrij natuurlijk, maar... Even met mijn kort af en een bakje koffie. Ja, ik hoop het allemaal. Er wordt even over de 27 MC gesproken wat we gaan doen. Maar iedereen gaat mee naar de hoofdbasis voor een bak koffie. Solidair, inderdaad, bij elkaar blijven. Boer Piet, heeft die Holstein een koeien? Ja. Ja. Ja, er zit wat gekruist met vlekvie tussen. Vlekvie is voor mijn Oostenrijkse ras. Is, qua bevruchting is dat allemaal even beter. Klauwen is even beter.
Nee, je hebt het heterosis effect, noemen ze dat. Als je eens een keer gaat kruisen met een ander ras, en dan maakt het niet uit of het nou koeien of konijnen of wat ook maar zijn, dan heb je het heterosis effect. En dat wil dus nog wel eens een boost, als het ware, geven, in dit geval aan de melkproductie. En ja, dan heb je ook nog, wordt ook gestimuleerd de driewegkruising. Dan heb je bijvoorbeeld de Holstein met bijvoorbeeld een Flexie. En dat je daar dan nog weer een, ik geloof maar iets van een Montbéliard of zo op zet. Dan krijg je dus, dan krijg je dat effect nog een keer. En op die manier moet je dat eigenlijk rondkruisen. Maar hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar er wordt alles aan gedaan natuurlijk om die productie zo hoog mogelijk te krijgen. Met een gezonde, sterke koe. Nou ja, een sterke koe die het lang volhoudt, maar ook een goede productie. Zodat je met zo weinig mogelijk kosten zoveel mogelijk melk er onderweg haalt. Daar moeten wij het toch van hebben, mensen. En dan waar ik dus zo net ook al zei, wat zal het een half uur, 3 uur geleden. Het is geen vetpot bij ons, dus de vaste kosten, hè, dat is onder andere de bank en de kraagvoer en je water gaat elektrisch. Nou is het elektrisch in ons geval gelukkig heel erg gereduceerd, want ik heb 2 zoons die nemen het bedrijf niet over, hebben ze gezegd, maar die hebben wel een bedrijf in zonnepaneel. Kost maar duurzame aansluitingen, volgens via het internet, dit is sluikreclame. Maar die jongens die doen in zonnepaneel, die hebben van de zomer toen eigenlijk niemand bezoek mocht ontvangen en zo. En ze moeten wel even huis een opvormer aansluiten. Nou ja, een heleboel particulieren die hebben dat liever niet. Ben ik in de coronatijd. Dus toen zochten ze werk. Ze hebben voor een paar maanden personeel, ja wel via een uitzendbureau, maar. Dat zijn goede jongens die trouwens ook strijden. Een van die jongens die hebben we ook nog gezien in ieder geval de heer Veen was. Maar die wou het ook graag houden, hè, dat hij niet een andere baan kreeg. En toen hebben we gezegd van een speciaal familieprijsje heb ik zonnepaneel op het dak van de nieuwe stal gekregen. En qua elektrisch moeten wij nou eigenlijk energie-neutraal zijn. Energie-neutraal. Het is ook wel lekker, mensen. Ik werd dit weekend ook nog weer gebeld door een of andere energieboer. Die had dan zogenaamd mijn rekening in de gaten gehouden. En mijn energiekosten kon wel omlaag. Ik zei, ja, dat weet ik wel. Ik zie wel dat ik wel volhouden lekker met zonnepaneel. Met een fijne middag. Het is wel heel lekker om te zeggen. Kan je ook gewoon zeggen. Als je weer zo'n idioot aan de telefoon hebt, zeg je gewoon van. Ja, zeg je wel. Ja, ik heb een dag voor zonnepaneel liggen. Ik wens je een fijne dag. Maar de mensen nemen van mij aan dat het zelden goedkoper is. Het lijkt even goedkoper. Ik ben ook eens een keer overgestapt van SN naar de NU, joh. Ja, nou, ben er ook de een moet je geld geven en de ander moet je betalen. Ja. Lode mouwrijzer. Ja. Er is maar één die er beter van wordt en dat is de energieboer. Vaak zelf even uitzoeken. Ik geloof dat het ook via de consumentenbond kan en zo. Ja, maar dat hangt ook van de omstandigheden af. En dit is echt peanuts goed. Ja, ik weet wel, voor mensen die minima hebben, ja, dat is. Dat is natuurlijk. Is 5 euro in de maand is een boel geld. En dat is 60 euro. We zijn hier nou bij Blauw Verlaag. Ja, jezus man, we gaan naar de raap tempo. We gaan in één streep naar Gaarkeuken. We zijn er gewoon al bijna. Ja, hier rijden wij altijd langs naar Oudjeshuis. Dus, ja, dit is mijn route. Hier rij ik heel vaak in de week hier langs. Ah, laten we het wel even wel weten. Jij wordt van één. Ik word ook veel erin. Ja, maar ik rij zelf ook wel veel. Ja. Dat was Piet die. Nee. Ja. Nee. Koos, de man van Oudje, die moet ook een auto bij de deur hebben. Die is wel timmerman, maar een auto van de baas. Maar ja, dat mag niet zo niet in de hand.
Nee. Dus nou ja, dan, dan pik ik. Dus met demonstraties dan haalt Piet mij sowieso altijd van huis, want dan ben ik er vaak meerdere dagen. Ach, het is een half uurtje rijden. Ja, een half uurtje, gewoon om uit elkaar. En, ik heb een dieselauto en die kan gewoon op het bedrijf getankt worden. Ja. Tegenwoordig is het dezelfde diesel. Vroeger hadden we rode diesel, dat was goedkoper, maar dat mocht niet in de auto. Tegenwoordig is het één part na. Ja. Ja, als jullie nou allemaal lekker blijven hangen tot aan het eind, wie weet, het zou me niks verbazen eigenlijk dat er weer mensen staan te zwaaien straks. Ik heb ook zo'n idee dat, dat er een ploeg was op zitten wachten die ook wel een borreltje heeft gehad. Ja, dat zou me niet verbazen. Met zeggen, de ene keer staan ze er wel en de andere keer niet. Dus, maar, ja. Ik weet het niet of wel. Ja, nou, onze trailer is alweer thuis. Ja. Die is nu al 4. Dat hebben we bijzonder snel gedaan. Ja, we hebben bijzonder snel gereden. Het gaat hartstikke mooi. Maar ja, we hebben ook helemaal geen tegenweers gehad. Hè? Nee, geen tegenverkeer. Nee, we hebben geen kruisplankje. We gaan één keer doorlezen. Ja. We rijden nu richting Stroopbos. En dan en Gerkensloot, Gaarkeuken. En dan richting Nieuw-Zijl. Ja, vijf jaar naar Nieuw-Zijl. We komen hier straks langs de Campina en de veevoederfabriek. Ja. En brede, hoe heet die vaart? Vaart? Ja, de vaart. Geen vaart, joh. Het kanaal. Ja, hoe heet het kanaal? Versterkenborgkanaal. Versterkenborgkanaal. Het langs het Versterkenborgkanaal. Ja, daar bij het Versterkenborgkanaal, dat is ook zo'n maal watergat waar echt grote boten langs gaan. Gaarkeuken is een sluis. Het Friese water staat in verbinding met IJsselmeer en is altijd hoger. Ja, om te voorkomen dat Groningen onderloopt, moet je via de sluis. Maar ja, dat is een heel groot watergat, daar op rechts, dat zien jullie straks wel. Maar, regelmatig dus ook auto's te water raken, maar een mensenleven is goedkoper dan dan hekwerk, want dat hekwerk is zijn al een vangrail er langs gezet, maar ja, er wordt wel over gesproken, maar er wordt gewoon niet doorgepakt. Dat is Dion zegt, geven jullie de thuiskomst strijder achter jullie even een dikke kus van mij. Ik geloof dat hij achter jullie rijdt. Dion. Gerken, Dion? Huh? Dion, vriendin van Gerken? Dion en Dion. Achter ons rijden? Ja, geven jullie bij thuiskomst. Strijd er achter jullie even een dikke kus van mij. Geloof dat hij achter jullie rijdt. Wie rijdt er achter ons? Gerken. Gerken. Gaat het om Gerken? Dion. Is dat trouwens een jongensnaam of een meisjesnaam? Dion. Ik denk meisjesnaam. Jazeker. Ja, kijk maar even op de foto met Gerken. Oh, met Gerken? Ja. Okay. Ja, dat zullen we doen. We hebben al heel wat afgezond en gekust hoor. Ach jongen, er is wat geknuppeld en geknoest. Ja, we gaan niet te veel op details in, maar Gerken die wou liever naast jou liggen. Had hij het over in die oude keet. Maar ja, goed, de rust moet je toch pakken. Ja. Iedereen was helemaal back af, dus alle heren lagen allemaal gezellig lepeltje in elkaar. Oh, in elkaar? In elkaar, bah. In elkaar. Ja, nou ja, lepeltje was wel een beetje in elkaar. Oh. Maar ja, dat is warm en met z'n allen. Huh? Uh-huh. Ja, klopt, zegt ze. Ja, Gerken rijdt achter ons. Ja, klopt. Klopt, als een bus. Er zitten dus twee oude hitters. Ja. Nou ja, Gerken heeft een wat nieuwere case. Gerken is een 27 MC, die hebben wij samen ingebouwd. Gerken had nog geen 27 MC, maar sinds de vorige actie in Den Haag rijdt hij ook. Het is toeval, maar deze groep waar we dit weekend mee op pad waren, die hebben voor mij hebben ze allemaal 27 MC in de trekker. Ja. Waar we dus snel berichten van voor naar achter in de rij door kunnen geven. Dus zegt iemand, kunnen we
ook nog tikkies geven later in de maand. Ja, zeker kan ja, dat. Maar stuur dan even een privéberichtje naar Wij Zijn Boos. Dan, dan zet ik dan even een linkje op. En we zijn jullie er heel dankbaar voor. Je mag de kerstboom er ook over maken. Hou je stil, ja. Ja. We rijden nu Stroopbos uit. Hey, daar, hier is het kanaal al. Ja, maar dit is een jachthaven. Dit is een jachthaven. Ik denk dat dit het oude kanaal is. Omdat ze er buitenom hebben gegraven. Dit zou wel van jaren terug zijn. Dat was ook voor mijn tijd dat ik in deze wereld kwam. Deze buurt kwam, bedoel ik. Ik ben al een tijdje op de wereld. Al een tijdje? Een tijdje. Maar hier zit een park. Een vier element zit hier. Daar, jachthaventje. En naar rechts, dan kan je nou heel slecht zien. Ik weet niet of je nou naar rechts kan filmen. Daar zie je dus, je kan de overkant niet eens zien. Daardoor de mist. Dat is water. Dit behoorlijk gaat. Het staat wel 20 meter breed. En je moet er hier denken dat je daarin belandt. Maar ja, dat zeg ik. Het is, en nou is de berg hier nog best breed. Maar je moet er niet aan denken dat je gaat belanden. Jongen. Wat hier gezegd, Toppie, ga ik doen. En dan voor jullie kerstbonus een snicker. Oh, jawel hoor. Ja, zeker. Ik ben altijd gek op dit. Ja, gek. Piet is best wel gek op snickers. Ja, alle chocola. Ja, chocola is altijd. Ja, mag alleen niet veel hebben. Want, Piet is suikerpatiënt. Dus. Ja, diabetes type 2 noemen ze dat. Bejaardensuiker. Bejaardensuiker, maar hij snoept wel bij. Ik loop wel bij een diëtiste. Ja. En dan word je dan aangeboden. En de ene keer zijn ze tevreden dan de andere keer. Maar dat is natuurlijk wel een probleem. Je hebt natuurlijk wel een eigen verantwoordelijkheid, hè? Ik vind er wel zoveel bij op moet denken. In ons geval helemaal. Alle pretjes te ontzeggen, dat vind ik ook weer. Het zal niet terug geweest, maar. Kan ik ook een bankrekeningnummer krijgen? Nou, als je gewoon de Tikkie-link volgt, dan heb je een optie dat je ook met iDeal kan betalen. Dus dan gaat het automatisch via de bank. Dus een bankrekeningnummer is niet nodig. Als het goed is, moet je meerdere opties hebben om te kunnen betalen. Het kan zelfs met PayPal, geloof ik, tegenwoordig. Straks ook wel weer blij dat ik weer in mijn bedje lig, hoor. Oeh. Eerst een bakje koffie. Ja, eerst een bakje koffie in die zaal. Ik merk nou alweer, ondanks dat je was zitten babbelen, dat toch wel weer midden in de nacht in. Die slaap je wel lekker, net waren we wel veel. Ja, maar de ik dacht dat je daar alweer wat weg zag. We rijden nu onder de brug van Eibersbuur door. Ik kan het wel zien. Ik kan het wel zien. Hier reed ik laatst langs met de auto en toen stond er een vrij jonge jongen stond er bovenop. Op de brug. Op de brug, een zelfmoordspringer. En stond dus niet boven het water, maar boven het gedeelte van de weg. En ik ben heel langzaam doorgereden, in de gaten gehouden, ik heb de politie gebeld en die had al meerdere meldingen binnen, dus die waren er al bijna. En die zeiden van nou, rij maar gewoon door. En dat ik ben heel rustig doorgereden en ik hoop dat ze die man naar beneden hebben kunnen praten. Alvast wel, alleen dat ze die ook juist de hulp kunnen bieden.
dat ze die ook juist hebben. Ja, ik heb nooit wat gehoord dat hij dus ook echt gesprongen heeft. Maar, nee, ik denk dat hij het overleefd heeft, dat hoop ik dan maar. Dat verwacht ik wel, maar dat en, daar, en het leek me ook. Kun je nou die berg ook veel op een houtje? Ja, er zit een meter naast de weg. Heb je de gaten al? Laten we ook maar eens even wat lobbyen voor de verkeersveiligheid, godverdomme. Doen we dat er nou even bij als er op ja, gaat. kijk, die berm die is hier. Nou ja, anderhalve meter breed en dan heb je dus het water. En hier is dus eigenlijk helemaal geen vanger, helemaal niks. En je praat maar over een paar kilometer. Ram wat paaltjes in de grond in schroeven. Nou, als je hier dus ook in dat gat ligt, in dat water, je komt er ook niet uit. Hè? Nee, want de berm is hoog. Ja, de berm is zo hoog. Vorige week al eerder over gehad. Wat zeggen ze nou? Wil ze 120 meter trapje maken? En dan krijg je ook een pijl op de wal, zeker van naar het dichtstbijzijnde trapje. Dat heb je bij praatpaal, had je dat ook. Dan stond op die hectometer paaltjes waar de dichtstbijzijnde was. En dan lig je in het water. Je hebt gepoffen voor je leven om uit die auto te komen. Oh, dan moet ik even naar de wal zwemmen en dan moet ik even zien waar de dichtstbijzijnde trapje is waar ik eruit kan. Als je er dus nauw in gaat, dan verzuip je gewoon, want je komt er niet uit. En het water is nu zo steenkoud, dat gaat ook wel heel hard natuurlijk. Ja, dus veiligheid mogen ze hier nog wel eens even wat aan doen. Maar die wegwerkzaamheden hier, dat is dus een stuk slechte berm. Daar hebben ze dus van die veiligheidspaaltjes neergezet. Ja. Die zandzakpaaltjes, zeg maar, en die staan er al sinds ik bij Piet kom. Oh ja. Die staan er al gewoon een jaar en ze doen er helemaal geen donder aan. Nee, wat ze doen is dat bord neerzet van 30. Ja, die hele berm die is daar weg aan die kant. Dus je rijdt zo, als je over de zijstreep hier rijdt, dan rij je zo het water in. Ja, maar daar zetten ze een bord neer van 30 wegwerkzaamheden. Wat doen die flikkers van de politie dan? Er is geen scherp in de buurt te vinden. Ja, wat doen ze dan? Gaan ze dan heel stiekem soms staan te raden? Ja, ik heb nog nooit een boete gekregen daar, maar ik heb wel het idee dat ik er ooit geflitst ben. Dus misschien dat het nog komen moet. Maar die stonden ze daar dus te radaren. Ja. Dat men wel 30 reed. Nou jongens... Er wordt al een jaar niks gedaan. Er wordt een jaar niks aan gedaan aan die zooi. Nee. En ik kan me voorstellen dat iedereen dan denkt, ja... Ja, maar nou weet ik ook hoe ze dat wilden financieren. Nou? Ja, die vangrail. Hè? Huh? Ja. Ja, de boetes. Van de boetes. Nou ja, dan zou ik zeggen, ga allemaal daar draaien en dan komt het allemaal op vangrail. Dankjewel voor de tukkie, Ronald. En uiteraard ook aan de rest. Heel erg welkom. Nou, we zijn bijna weer thuis, jongens. Nee, we gaan terug. Kijk, vorige keer van Den Haag, toen stonden ze hier bij Gaarkeuken ons te verwelkomen. Dan komen we nou van de achterkant, van de andere kant. Dan staat er een welkomstploeg. Dan is er niks. Nee, dat kan, hè. Want er zullen ongetwijfeld mensen ons straks opwachten, denk ik. Maar ze weten natuurlijk niet waar wij langs rijden. Nee. En ze kunnen ook niet van tevoren zeggen van verrassing, want dan is de verrassing eraf. Dus het is altijd een gok voor die mensen waar ze gaan staan in de hoop dat wij dan net die route hebben gekozen. Maar het kan wezen inderdaad dat ze aan de andere kant van de weg staan en dat ze ons missen. Maar we zullen zien. Houden het in de gaten. Het is wel heel erg mistig ook. Je ziet helemaal niks. We hebben nog 32 kijkers. Oh, nou ja. Bijna 4 uur s'nachts. Dus, Half uur. Ja, zoiets. Nee, 46. Nou al? Ja. Oh, ik kijk naar de 30 of zo. Ja, we zijn... De Theodore Gierskoft, zeg ik er nou niet voor iets lang. We zijn nu bijna bij Gaarkeuken. Daar rijden we nu straks bij de sluis langs. Ja. Waar we net over hadden.
Hier op rechts is het, is het Friese water dat in verband staat, in binding staat met het IJsselmeer. Aan de andere kant van de brug, waar wij altijd voor moeten blijven staan. Dat is wel sowieso verstandig natuurlijk, laten we zo zeggen. De brug gaat altijd open, maar wij... Werkelijk waar, altijd, als ik naar Piet rijd, altijd gaat die brug open. Net voordat ik hem oversteek. Ik denk dat het staat ook wel 50 meter breed is nou. Ja, kijk. Ja. Ik kan het nou wel een beetje zien zo met die lichten, maar het is echt een breed kanaal. Ja. En er komen dus ook allemaal hele dikke vrachtschepen langs. Dus ja, dan als de brug helemaal open staat, dan staat die ook lang open. Want dan moeten die boten die moeten allemaal één voor één. Ja, rijdt nog net een hele lange boot langs. Kijk, hier ligt er één. Oh. Nou ja, die wachten dit dus is op. Een hele lange, maar die stuurder zit in de midden. Hier, kijk, hier is hij in de pas. Ja, de stuurder die zit in de midden, want meestal zit hij achter op het schip. Ja, er zijn mensen die al uren kijken, wordt hier gezegd. Allerlei zo. Hier op rechts heb je dus de... Ja, hier is de brug zometeen. De sluis. Daar rijdt men nu wel langs. Kijk, dat is daar zo, dat is de brug. Ja. De brug van Gaarkeuk. Die altijd open gaat. Deze gaat altijd open als je er langs moet. Ik zie geen. Hier staat nog niks. Dus, hier stond de vorige keer een welkomstgroep. Dus we zijn benieuwd. Misschien staat er ook wel helemaal niks. Maar ja, goed, zolang er maar koffie staat, dan zijn we al. Er was ook geen aanhaakje. Nee, oké, maar wel een geslaagde aanhaakje. We zijn minstens zo lang weg geweest, ja. We hebben heel wat afgereden. Echt staan en gelopen. Ja, we zijn al vanaf donderdag in touw. Donderdag liep alles anders dan gepland. Dus toen hebben we tot 3 uur s'nachts zitten te vergaderen. Nou ja, dan loopt het allemaal uit. En dan zouden we niet meer rijden. Toen om 11 uur zijn we wel gaan rijden, s'morgens. Ja. We zijn op bed gekropen uiteindelijk. Maar van, we moesten wel de voorbereiding zeg maar, doen om weg te kunnen van het bedrijf, in mijn geval in ieder geval. Waar gaan jullie heen? Nou, we zijn nu onderweg naar onze thuisbasis in Niezijl. En wij gaan dus eigenlijk naar huis. Naar 3,5-4 dagen naar gepoeten. We rijden nu straks de rondweg achter Grijpskerk langs. Ja, nou, als het goed is, staat de koffie voor ons klaar in die zaal. Op onze HQ. Best wel een beetje HQ, hè? Uh-huh. Stefan Schep kijkt. Oh! Dag Stefan! Bijna thuis, jongen. We zijn er bijna. Op naar de koffie. Zegt hij dat of zeg jij dat? Nee, dat zeg ik. Oh. Jim heeft wel het meeste bereikt. Ja, zeker weten. Zeker weten, jongen. Ik ben maar een lidsclubje van 15, maar... Hoi. Ja, we zijn wel een club van 300. Hoor. Ja, Niezijl is wel een club van 300, maar er reden nu 15... Kennelijk zijn er maar 15 mee. 15, 20, nee, we hebben ook wel 20 gezeten. Ja, niet iedereen kan ook zo langs vanuit. Nee, er zijn ook heel veel boeren die hebben het gewoon hartstikke druk momenteel. En, hebben andere dingen aan hun hoofd. Die kunnen gewoon niet. Die kunnen niet mee. Nee, maar dat geeft ook verder niks. Maar nee. Als je wel kan, zou ik dat toch eens een keer overwegen. Wij halen zo langzamerhand voor. Proberen we voor jullie de kastanjes uit het vuur te halen. Wij zijn wel een actiegroep. Hè? Ja. Ik ben aangesloten bij een actiegroep. Ik zou zeggen, als er nog jongens van die zou kijken. Rita Schepkuipers, let op de weg, Stefan, zegt hij. Ik zou gewoon zeggen actie. Ja. We zijn er mee. Toetsenborden erin, dat hebben we niet gedaan. Jongens, kom er een beetje bij. Ja, kom erbij staan. Helpen. Ik zit niet bij een actiegroep om,
op je collega's is gaan rijden. En als het niet kan, is het prima. Maar, en er zijn natuurlijk een heleboel die ook niet eens aangesloten zijn bij een actiegroep, maar of bij een andere standsorganisatie. Ja. We zouden dus als boer van Nederland gewoon een eenboer zijn met elkaar. En dan zijn we nog maar een splinterpartij. Hè. We zijn maar 60.000 boeren in Nederland. Zo. Ja, maar zo weinig. Ja, dan zo weinig. Oh, dan zo heb weinig. Ik sowieso verkeerde info gegeven. Want ik dacht, de laatste lezen ergens dat er nog 225.000 waren of zo. Nee, voor mij zijn er 750.000. Nou, er zijn dus nog maar 57.000 boeren in Nederland. Dus dat is verschrikkelijk veel minder. Schrik. Ja. Ja, maar er zijn dus. Beyond the Young volgende actie ga ik zeker mee. Er zijn dus iets van 600.000 mensen. Waar iedere boer die heeft werk voor 10 personen, worden gezegd. Dat zijn vrachtbedrijven die de producten verslepen, zijn melkfabrieken, zijn. Kijk, er reist een auto ons voorbij. Dat is dat, een taxi? Ja, een taxi. Oh, dat is een taxi. Er zit een taxi tussen ons. Ja. En die probeert in te halen. Kijk, er nou 35 mensen mee. Nou. 36, de laatste diehard. Neemt ze gezellig mee naar... Ja, jullie rijden gezellig mee naar onze thuisbasis in die zuil. Ja. Net als Graceland wordt het een bedevaartsoort. Ja, wat een bedevaartsoort. Ja, echt. We zijn er gewoon bijna. Kunnen jullie dit keer wel gelukkig meekijken met de thuiskomst? Want de vorige keer ging dus 2-3 minuten voor dat we er waren. Was mijn internet goed op en sloot mijn telefoon af. En dan kon ik ook niet meer online komen. Niet. Dus dat was best wel jammer, want er zaten toen echt heel veel mensen nog mee te kijken straks. En ja, dan kan je net niet dat stukje zien. Die laatste ontlading. Waar ook je gaat janken. Waar ook je gaat janken. Ik jank nu al. Nou al? Ja. Oh, dan jank je nog steeds harder. Dan ja. Niemand dit die op jou aan. Ik ben sowieso altijd al een emo-doos, maar ik vind het zo mooi, jongens, dat iedereen altijd op ons wacht. Ja, kijk, vuurwerk. Ze staan er weer, hoor. Het vuurwerk gaat de lucht alleen, jongens. Het mag wel niet, maar godverdomme. Ja, mooi, man. Ze staan er weer. Ja, ze staan ons gewoon weer op te wachten, de thuisbasis. Godverdomme. Ah, iedereen jongen, ja. over de 27 of 2. Iedereen jankt, hè? Tranen jongen. Ja, echt tranen. Al die rook die daalt meteen hè, door de mist en naar beneden. Wauw. Ik doog je bedroog. Ja, ik doog je bedroog. Oh, Christus. Ben je er dan klaarkomen, zeg ik over de zin. Ja, echt beter dan klaarkomen. Hey, jongen, echt die ontlading. Allemaal weer veilig thuis. We zijn er gewoon. Er staat een bak koffie voor ons klaar. Ja. En zo'n wc, ook wel heel erg fijn. Echt weer een normaal toilet met die schoon is. Ja. Kijk, hier staat de slaapbus. Staat hier. Slaaptrailer staat hier nog, waar we net
dus met z'n allen in hebben gehuddeld. Ja, uiteindelijk nog maar 2 uur geleden, hè? Ja, nog maar 2 uur geleden lagen we nog in die trailer met z'n allen. Ja, we nog steeds parkeren en we zijn weer op bedrijf. Iedereen rijdt nou mooi achteruit. Oh, dat was niet. Nee, dat kan niet. Mensen, super geweldig dat jullie allemaal ons volgden, een tikkie sturen, voedsel kwamen brengen. En gewoon een luisterend oor boden. Morgenmiddag. Morgen vandaag eigenlijk. Ah ja, vandaag. Zondagmiddag. Zondagmiddag gaan wij livestreamen vanaf de boerderij van Tiet. Vanaf 3 uur. Ik denk rond 3 uur ergens. Ja. En bedenk vragen. Ja, dan moeten we voorkerken. En dan gaan we eens even met z'n tweeën op de bank zitten en vragen beantwoorden. Als ik op je vriendje ben met mijn vrouw, want ik heb gerookt, dan zijn wij daar. Ja, die krijgt een straf. Die krijgt een zo'n straf. Jongens, wij gaan aan de koffie. Tot later, mensen. En bedankt. En super bedankt. En we zijn er snel weer, denk ik. Lekker slapen straks. Lekker slapen. Go, go.